Zeer goede dag allemaal en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steve de Remus en het is redelijk zwaar bewolkt, doe ik ook weer op buiten toe. Maar dat belemmert mij niet om een kleine wandelvlog te maken van bij mijn thuis naar de OCW toe en van de OCW terug te komen. Dus dat gaat een hele mooie thuislapje worden. Want mijn mail is volledig in orde geraakt. Dat was de eerste ace. Voilà. Ik ga me nu klaarmaken om naar de OCW te gaan. Dus wat houdt dat ook in? Al mijn papieren die zijn al opgestuurd naar hem toe. Dus dat is goed. Voilà, mijn schoenen zijn aan. En daar ze. De goede mannen zijn daar. De goede mannen van de Valkar zijn daar. Dus die gaan ons verder weer meenemen. En eens kijken. Oh ja, ik moet ook dan ook nog mijn was ook nog gaan brengen bij mijn ouders. Hup, mee. Mee. Hup, mee. Het is zo snel dat het allemaal gaat. Mijn zak hebben ze nu vast. En die gaat er. Amai man. Die heeft dat gewoon vast, hè? Ziet? Die heeft dat gewoon vast. En hop, staat erin. Hij ligt erin. Oké. Dus ik ga me nu zo stukjes ervan klaarmaken. Ook ga ik nog een kleine tijdslapje maken dat ik mijn tasjes weer al aan het poetsen ben. Dan zijn jullie ook weer al daarmee op de hoogte. Voilà. En dan ga ik straks ook nog een kleine gameplay opnemen. Ah ja, ik moet hier ook nog die... Deze handdoekje moet ik hier ook nog opruimen. Voilà. Ja, ik heb mijn blazer moeten inlassen deze nacht. Waarom? Het was redelijk warm geworden. Het was echt redelijk warm. Is dat nog iets? Ja, maar die is nog... Dat is nog klaar dan nat, hè. Hoor dat eens. Mee. Hup, staat er hier. Hij gaat gewoon in de was. En nu ga ik mijn tentjes poetsen. Voilà, ik heb mij weer al eens opgemaakt. Voilà, dat pak ik ook weer al mee. De wasmand ga ik richting Gender meenemen. Hupsatrie. En dan komt er nog wat was bij. Alsjeblieft, mensen. Nee, ik ga jullie niet in het donker gooien. Voilà. Hup. Is er dan nog iets van voor af te wassen of schoon te maken? Oei. En ze is al aan het bellen, hè. Ik ben zo meteen terug. Yo. Ja, met je kastje is aan bellen. Hallo, kijkers. En welkom op een gloednieuwe vlog. Het gaat niet goed met mij. Ik heb juist een stom ongevalletje gehad. Wat goed en niet goed is het gegaan. Ja, dus ik was goed. Ik was echt uitstekend. Maar mijn boelijke genne die daar nu staat... Ja. Vraag mij een schatje, kun je mijn rooster nemen? Oké, dat is goed, dat wil ik ook doen voor haar. Wat had ik vast? Mijn broodje en mijn eclairkes, waar ik voor had betaald. En dan, wil ik haar rooster nemen. Toef! Tegen die kabinet hier zo aan. Oh. Kabinet 1. 0. Voor mij 0. Want waarom? Hoeveel keer heb jij gevallen en hoeveel
keren heb je... Ik heb één keer moeten overgeven en ik ben twee keer weggevallen. Dus dat ik een kleine hersenschuttingskin heb. En daar staat, daar rijdt juist Paasenweg. Die heeft juist die stenen daar geleverd, wat je daar ziet. En daar staat weer al een notteke, pal in de bocht. Ja, moet kunnen. Ik ga nu nog even liggen en s'avonds heb ik gesprek met Samenpunt. Daar, en ik had er juist ook een gesprek met, zeg het, OCME. Daar is alles goed verlopen, de betalingen zijn goed verlopen, noem maar op. Je hoeft toch niet altijd om te draaien als ik voorbij kom, hè? Oké. Nee, ik ga het niet doen. Ik ga gewoon in een kleertje eten en dan even nog wat rust in mijn oogstjes toe doen. Tot Samenpunt hier is. Ik zie jullie allemaal straks terug. En ik heb misschien een mooi voorstel of je nog in de vlog kunt zeggen. Nu ben ik, maak je mij benieuwd. Hebben we vandaag bezoekplannen? Nee. Ik dacht, misschien kunnen we nog eens iets leuks doen voor de kijkers. Zoals Rummy Cup of Yatsé of... En dat opnemen in een timeslap of zo. Mhm. Zodat hun toch ook iets leuks hebben om te zien in uw vlog. Dat kunnen we zelfs wel doen, dus ja. En nu horen ze dat ik het zelf voorstel. En daar ben ik ook eens content om, want wij hebben soms ook gesprekken buiten de vlog om wat wel goed gaat. En dan kunnen we dan moeilijk verwoorden naar de kijkers hoe we naar elkaar doen, vind ik. Eigenlijk vind ik ook dat wij eens samen moeten praten in een vlog. Met elkaar, zonder dat er echt vragen zijn of zo. Maar dat we gewoon ook laten zien hoe wij in ons normale leven staan. Ja, oké. Maar daar zien jullie wel straks dan verschijnen. Ik moet nog zelfs ook nog mijn was aan mijn ouders brengen. Hopelijk gaat dat wel goed. En gaat de auto niet eens zeggen van ik ga jullie nog eens onder handen nemen. Allee, tot straks. Zo mensen, we gaan ook eens bij de Quick gaan eten. Straks nog even naar de dokter toe. Niet van mij, maar wel voor de heer. Ik heb heel leuke gesprekken gehad met OCMW, met Samenpunt. Het is allemaal goed verlopen. Heel goed verlopen. Ik ben nu in een testje bezig van mijn slaapkamer. Ik heb mijn slaapkamerraam volledig toegedaan. En daar staat mijn waaier op. Dus kijk als ik het daar koeler krijg. Lekkere ijs. Voilà, zij zegt het al. Lekkere ijs. Verano IJsbar is bij deze officieel ook teruggeopend. Al van woensdag al. Blijkbaar. Dus de smaken zijn echt heerlijk geworden. Bij de eerste bol is de prijs niet omhoog gegaan, maar wel bij de tweede bol. Dus maar een klein beetje maar omhoog gegaan, maar... Je betaalt wel goed voor de smaak. Het is echt heerlijk. En kom ook alsjeblieft naar www.psychotv.be voor, jawel, dames en heren. Klik ook op die mooie logo van 666 LAN. En kom alsjeblieft er naartoe. Alle informatie vind je daar ook op www.psychotv.be. En je ziet, ik ben weer al aan het vloggen en ze beginnen mij weer al te storen. Nu was het wel heel lang geleden dat jij gestoord werd. Ja, dat is ook weer waar. Dus, en daar staat dan dus een nieuwspoosje van 666 LAN. En daar moet je dan op klikken. En daar staat een link in. Klik op die link als je wilt langskomen op 666 LAN. Als je via die link 20 tickets krijgt verkocht, wordt er een rad gedraaid. En de 20 deelnemers die via die link een ticket hebben aangekocht, kunnen zelfs nog een tweede ticket winnen. Een tweede ticket die je mocht dan weggeven aan iemand. Dus ga gerust naar www.psychotv.be en de LAN party is op 12, 13 en 14 april in Antwerp Expo. Er zijn nog altijd zitplaatsen beschikbaar. Tot heden heb ik dan ook nog opnieuw slecht nieuws. IJsland zit bij deze vol zet.
Proficiat! Dus daar zijn geen tickets meer beschikbaar. Dan weten jullie dat. Dus proficiat aan Xland die de weekend daarop is. Die ook dan volledig volzet is. Dat hebben jullie goed gedaan. En nu ga ik nu verder genieten van mijn eetje van Virano Eisbar. Zo mensen, we zijn terug thuis aangekomen. Oké, dat was even awkward. Ja, mijn gebuurtje stopte even zo stilletjes. Voilà, en nu richting mijn woning gaan. Dan nog een partijke Rummy Cup spelen. Ja, we gaan dat even wel in timeslapse mode opnemen. En ik krijg bijna niks gezegd. Dat mijn crème aan het zakken is. Voilà, toe. Ja, ik blijf altijd staan tot mijn deur volledig te goed toe is, mensen. Dus, ja. Even terug overpakken. Sleutel. Niet in de stopcontact, maar wel in de slot. Want ik wou stopcontact ook zeggen. Niet doen, hè, mensen. Niet doen, hè, in het echt. Uw sleutel in de stopcontact steken. Dan staan jullie uw haar recht omhoog. Hè. Dan gaan we hier, Sibiet, even Rummy Cup spelen. Oh, ik ben mijn gsm vergeten. Ja, ik kan teruggaan. Dus ik ga gewoon mijn gsm nog uit de auto halen. Ah, als mijn kop niet vast stond, vergat ik hem ook nog. Dus we gaan van de trappen op. Deur open. Deur niet helemaal toedoen. Ik ben toch direct terug. Oh, mannetjes. En ik moet ook naar de wc gaan, zo gelijk mijn schatje. Oh, waarom vergeet ik die dan toch? Ziet die ligt hier nog om in een dashboard. Oh. Even kijken als mijn andere vriendinneke nog niet eens heeft teruggestuurd. Oh ja, ik zag dat jullie ook de dingen zagen. Alsjeblieft, hoe noemt het? De maan. Ik zie de maan door de schijnen, door de bogen. Trippel, trappel, trippel, trap. Van wie heb ik dat? Van wie heb ik dat? Ja. Goed geraden. Van Sint-Nicolas. Voilà. Terug aankomen. Poging 2, even naar de wc te gaan. Nu nog mijn deur sluiten. Voilà, die is toe. Dan zet ik jullie op de oude locatie. En daar is mijn schatje. Oké. GSM er echt eens bij pakken. Voilà. Dan ga ik eens ook eens door naar de kleine kamertje toe. Dus dan ga ik jullie hier al platten. Tot ziens. We'll be right back.
Zo mensen, even kijken als ik niet meer op tijd loop. Nee, ik sta niet meer op tijd. Hè. Jullie hebben dan misschien ook op de achtergrond gezien welke muziekjes we ook terwijl aan het luisteren zijn, terwijl we Rummy Cup aan het spelen zijn. En hier is dat, Wamake heeft 2 keer gewonnen, hè? Mm-hmm. Oké, okay, ja, Wamake heeft 2 keer gewonnen. Oh, mannetjes. Misschien hebben jullie het ook zien of ik bijkomen op Facebook. Ofwel ook op mijn Instagram. Ja. Geen goed nieuws, hè. Voilà. Meer ga ik niet er nog meer over vertellen. Ik ga nu de vlog nog in elkaar steken. Ik heb misschien nog iets kleinigheids doen. Ik weet het niet. En ik krijg continue meldingen. En nog een keer meldingen. Amai, mijn tekst wordt precies wel heel goed gebruikt. Ja, sorry hè. Ik ga gewoon zeggen Tam. Je weet, dan weet die persoon over wie dat ik het heb. Ja, sorry hè, als ik u ook kwaadrig heb gemaakt met mijn foto. Ik ben nu heel snel zoals aan het kijken wat er nog allemaal is gezegd geweest op Facebook. Maar niet echt iets om te zeggen van oh, wauw, dat is... Dat is iets wat jullie ook moeten weten. Nee. Ik weet echt niks meer om te zeggen. Voilà. Ik ga jullie nu laten. Ik zie jullie allemaal morgen terug. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet mijn bouwen te drukken, dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. En zoals ik altijd, hoe ik het altijd zeg, misschien zeg mijn schatje het ook eens mee. Yo! Kleinigheid, de eerste fragment van 3 minuten. Oké, daar stond ook in, heb ik ook gezegd dat ik een wandelvlog ga maken. Maar daar is iets intussen gekomen. Dat laat ik even privé. Voilà. Voor de rest, ja, dat was het OCMW op het thuis. Of beter gezegd, samenpunt. Daarna, wat hebben we dan nog? Wat hebben we dan daarna gedaan? Ah ja, Quick. Daarna Dokter. Daarna Rummy Cup. Nee, daarna naar de dokter, naar de apotheek gegaan. En dan van de apotheek door naar Verano, toch hè? En dan van Verano hebben we dan Rummy Cup nog gespeeld. En van nu, van de Rummy Cup, ga ik de vlog nog in elkaar steken. Misschien ook nog in een kleine gameplay. Tot later allemaal. Joep.